12:30 vanochtend is er een persconferentie geweest. Die is achter mij nog bezig. De hoofdofficier van justitie heeft verteld wat er de bewuste woensdagavond vorige week is gebeurd. En dat komt er in het kort op neer dat hij rond dat tijdstip van 17:30 naar de woningfamilie is gegaan nadat hij heeft gezien dat zij thuisgekomen was. Dat hij haar heeft meegenomen naar zijn eigen huis en dat hij daar haar om het leven heeft gebracht. En vervolgens in die avond haar in de tuin heeft begraven. De 26-jarige politieagent is dit weekend al ondervraagd door de politie. Maar wat hij heeft verteld moest nog worden nagetrokken. Gisteren is hij uiteindelijk zelf naar de politie gestapt. Luister naar de hoofdofficier van justitie die vertelt hoe dat gegaan is. Hij is daar gekomen nadat hij zijn verklaringen eerder aan zijn vriendin had verteld. Die met hem samenwoont. En die hem heeft gezegd, als ik dit zo hoor, dan kunnen we maar één ding doen. En dat is naar het politiebureau gaan en dat jij daar verder je verhaal doet. Het was voor haar voor het eerst dat zij met deze gegevens in aanmerking kwam. Uit de mededelingen die we hebben gekregen, hebben wij het NFI ingeschakeld. En zijn wij dus aan de slag gegaan in de woning en in de tuin, zoals u dat ook hebt kunnen zien. Gisteravond vond dus uitgebreid onderzoek plaats. TV Dordrecht Nieuws was daarbij. Kijk even naar de reportage die wij gisteravond hebben gemaakt en vanochtend ook al eerder hebben uitgezonden. Millie Boele leeft niet meer. Het lichaam van het sinds vorige week woensdag vermiste meisje werd gisteravond gevonden in een tuin. Twee woningen verwijderd van haar ouderlijk huis. De politie maakte de vondst vannacht rond 12:30 bekend. Op dit moment kan bevestigd worden dat het lichaam van Millie Boele is aangetroffen in de tuin van de woning waar vanavond is gezocht. Het lichaam werd gevonden in de tuin van een 26-jarige man. Hij is gescheiden en woonde alleen. En werkt als politieagent bij Korps Rotterdam-Rijnmond. De man meldde zich gistermiddag zelf bij de politie in Dordrecht. Nou, hij heeft een verklaring afgelegd. Die verklaring was dusdanig dat we voldoende onderzoek hadden, onderzoeksgronden hadden om hier een onderzoek te gaan verrichten. Dat is de reden dat we hier de buurt groots hebben afgezet. Dat we in en rondom zijn woning zijn gaan zoeken. Wat uiteindelijk dus heeft geresulteerd in het aantreffen van het lichaam van Millie. Het uren durende onderzoek begon aan het begin van de avond. De tuinen waren aan het oog onttrokken door groene schermen. Diverse landelijke media deden live verslag vanuit de Schuilenburg. Het mediacircus vond grotendeels plaats buiten het zicht van kijkers die in grote getale op het onderzoek waren afgekomen en daar tot ver na middernacht bleven staan, wachtend op de officiële bevestiging van de vondst van Millie. Aan het eind van de ochtend vindt de persconferentie plaats. Mogelijk worden dan meer feiten bekendgemaakt. Wij houden u op de hoogte via extra updates in het TV Dordrecht Nieuws, via Drechtstad FM 957, Twitter en onze website rtvdordrecht.nl. De verdachte die wordt vrijdag voorgeleid. Te lasten gelegd zou worden wederrechtelijke vrijheidsberoving en moord. Of er sprake is van seksueel misbruik, dat wil de politie nog niet vertellen. Er moet nog sectie worden verricht op het lichaam van Millie.